mensen, welkom bij de allereerste video van Semtex. Omdat dit de allereerste video is, stel ik mij graag eerst eens voor. Mijn naam is Jens, ik ben 22 jaar en ik hou van verlaat locaties bezoeken. Ik kom op gekke plekken, maak de zotste dingen mee. Hierin neem ik jullie graag mee. Veel kijkplezier. We zijn nu op weg naar een verlaat locatie. Deze is Robin. Yo. We doen regelmatig samen verlaat locaties, dus je gaat hem wel vaker in beeld zien. We staan hier nu bij een verlaten school. Het zal toch moeilijker zijn dan we denken om binnen te geraken. Omdat overal staan gebouwen. Dus we zullen hier over die plaat moeten en een stukje lopen daar. Bedekt met platen. Het is echt nog maar best gedaan. Hier ligt gewoon al een laptop volledig kapot gesmeten. Komt daar die schande uit? Alles is toegemaakt. Deze was hier vroeger de speelplaats. Er liepen gewoon allemaal kinderen te spelen. Echt gekke shit. Kijk, er zijn hier nu jongens tegenkomen. Check dat maar. We hebben hier bijna een half uur gedaan om naar binnen te geraken. Dat is veel makkelijker. Hè? Kom, het is niet echt een ladder. We gaan weg met ons. Kom niet van ons. Waar je voeten zetten. Kijk, draai die op. Een beetje, hè, man. Draai die op. What the fuck, ik kan het wel zien. Ja, zeker. Oh. En die tafel. Hoe moet het? Right. Kijk, hier gewoon een oude platenlinie ook. Oké, jongens, we zijn nu binnen. Om mijn eerste als binnengeraakt te krijgen, dus jij hier. Ben je met mijn lieve buren te lopen? Dat is het hier vooravond. Wauw. Kijk eens aan, joh. Ik zal het volledig niet meer aangekoord. In een gebouw. Wauw. Check al die codes daar. Ik vond dat vroeger wel altijd tof voor als kind erop aan te hangen. Jongens, we staan nu in de tunzaal. Echt super nice, maar zoals je ziet, hier zijn echt al veel mensen geweest blijkbaar. Kijk hoeveel ravage nog. Deze school is eigenlijk nog maar 1 jaar toe. En kijk eens aan, jongens. Kijk, als je hier naar boven gaat, blijkbaar is hier nog een volledige tunzaal. Zo, eens checken. Oké, Robin is ook mee boven. Check dat eens. Kijk, hier volledig zo'n evenwichtsbalk, denk ik. En nog één. Kijk eens. Het zijn gewoon allemaal nog kluitjes. Waar je tunnelgerief kon stijgen. Het was hier gewoon de volledige opslagruimte van de school. We vinden zelf dossieren van ziektebriefjes. We hebben hier juist een volledig plan gevonden van deze sportzaal.
sportzaal bestaat blijkbaar al van 78. 1978. Ja. Opgemaakt door. Man, dat kost echt veel geld, dat is ook wel, nee. We zijn nu terug van het domein aan het gaan. Spijtig genoeg zijn we in dat gebouw daar niet binnengeraakt. Alles was op slot, alles was goed afgedicht eigenlijk met platen. We hebben wel deze vet gebouw kunnen ontdekken, exploren. Maar aangezien dat daar nu mensen staan, is het beter dat we gaan. Bedankt om te kijken en laat zeker een blauw duimpje achter. En laat ook weten in de comments wat jullie van dit avontuur vonden. Zeker niet vergeten te abonneren en ik zie jullie later bij de next video.